Goedemorgen, het is vandaag woensdag 13 december en ik heb vanochtend heel veel moeite gehad met Milo, met wakker worden. Milo, ja, dat is een nadeel van een hond hebben, de hele dag door gepiep. Waardoor vloggen moeilijk gaat, maar we zitten nu aan het ontbijt. We hebben afpakbroodjes en bananenbrood. En wanneer dit op is, gaan we weer naar werk. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb mijn ochtendje werken erop zitten. Net toen ik thuis kwam, had Rits warme chocolademelk met slagroom voor me klaargemaakt. Dus dat was enorm lekker. Ik moet straks alweer bijna de deur uit, want ik heb met een vriendinnetje afgesproken. We gaan heel eventjes Utrecht in, de stad. En daarna gaan we samen eten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Mijn sociale agenda peilt een beetje uit deze afgelopen dagen, vergeleken met voorheen. Ik ben wel een persoon die sociale activiteiten heel belangrijk vindt. Alleen soms is het een beetje meer dan gemiddeld voor mij doen in ieder geval. Maar na vandaag ga ik weer een beetje rustig aan doen, want zoals ik al eerder had vermeld, vind ik het wel intens om naast werk heel veel plannen uit te voeren. We zijn heel spontaan een kerstwinkel tegengekomen en we konden natuurlijk niet laten om eventjes langs te gaan. Ah, zo cute. Ik wil het allemaal hebben. Inmiddels ben ik weer thuis van een middagje slash avond weg geweest te zijn. Het is nu bijna 9 uur. En het was zeer geslaagd. Ik ben even wat winkels in geweest. En ik ben natuurlijk gezellig geweest eten. Het was niet helemaal de bedoeling om te gaan shoppen. Maar uiteindelijk heb ik toch wel een aantal dingetjes gekocht. Ik was even bij de H&M geweest en daar heb ik deze dingen gekocht. Ik weet niet hoe je het noemt, maar je kunt ze om je polsen, polswarmers misschien, polsen doen. En dan hou je je polsen warm. En ik ben echt een kouklum en ik heb niet altijd handschoenen aan. Dus dit is heel erg handig voor onder je jas of gewoon als je het gewoon koud hebt. Dus dan heb ik een trui. Dus niet dat ik niet genoeg truien heb, maar ik hou er gewoon van om mijn truien af te wisselen. Helemaal nu in het najaar draag ik bijna op een dagelijks basis een trui. Dus ik heb deze met een colletje. Deze van de Bershka. En dan heb ik een broek van de Stradivarius. En dit is zo'n flowy broek. Ik hou daar echt van. Comfortabelheid staat bij mij echt op nummer 1. En ook bij de Stradivarius had ik deze tote bag gehaald. Super handig voor boodschappen of kleding. Ik had geen tas bij me en ik dacht deze is ook wel heel erg leuk. Om gewoon voor boodschappen te gebruiken. Dus ik heb deze gekocht. En toen was ik ook nog naar de Normal geweest. Love die winkel. Daar koop ik standaard met micellair water, want daar is het stukken goedkoper. En dan heb ik een wimperkruller. Mijn favoriete mascara. Ik koop deze elke keer weer. Het is de Sky High van Maybelline. Ik heb ook eventjes mijn nieuwe kleding aangetrokken om het aan jullie te tonen. Ook even een kleine side note. Ik ben echt een persoon die altijd struggelt met kleding shoppen. Mijn maat is bij elke winkel weer anders. En dat vond ik in het begin zo ontzettend frustrerend. Want voorheen, jaren geleden, had ik overal standaard een S. En paste ik alles. En mijn lichaam was toen ook wel een klein beetje anders. En toen veranderde mijn lichaam heel erg. Kwam ik aan. Had ik andere vormen. Neem als voorbeeld deze broek. Deze broek is een L. En hij komt dus van
de Stradivarius. Maar bij een andere winkel, ik heb ook een broek bij de Kostas gepast. Qua maat zat die perfect en dat was een S. Uiteindelijk niet gekocht omdat ik er niet helemaal weg van was. Maar qua maat zat die gewoon goed. Dat ik, ja, ik kijk niet naar het lettertje, naar de maat. Ik pak gewoon maten. Ik pas het. En als ik iets pas, dan pas ik het. En als ik het wil, dan wil ik het. Ik probeer mezelf niet aan een maat te labelen. Ik ben geen S'je, ik ben geen M'tje, ik ben geen L'tje. Ik koop kleding. En het boeit mij voor geen ene meter wat voor maat daar aangekoppeld is. En ik denk dat dat een hele goede instelling is, want ik vind ook niet dat je in een bepaald kledingstuk moet passen. Het is meer andersom, het kledingstuk moet bij jouw lichaam passen. Ik zie vaak genoeg items die ik heel erg mooi vind, maar dan trek ik het aan en dan denk ik, dit past gewoon niet bij mijn lichaam. Het is misschien wel de correcte maat, maar ik voel me er niet mooi in. En hetzelfde voor deze trui. Ik vind het een hele fijne trui. Hij zit zo lekker en ik was op zoek naar zo'n colletje met gewoon lekker lange mouwen. Alleen, ik had hem liefst nu zo cropped gekocht. Maar ja, weet je, dan maak ik hem gewoon zelf cropped. Want nu zo kan ook, maar dan vind ik een beetje, kan ook. Het is niet heel erg. Lang verhaal kort, ik heb altijd struggles met kleding. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat ik me er prettig bij voel. En dat ik het ook daadwerkelijk ga dragen. Want anders is het alleen maar zonde. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren helemaal niet gevlogd, want ik voelde me niet helemaal top. Ik had de hele dag door hoofdpijn, die hoofdpijn is overigens nog niet helemaal weg, buikpijn en ja, het is gewoon de tijd van de maand, dus ik ben helemaal niet, ik zit gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. Dus ik heb één dagje afgeslagen met het vloggen, ik was ook voornamelijk bezig met thuiswerken. Voor de rest heb ik niet echt iets bijzonders uitgevoerd. Vandaag is het dus vrijdag. Ik ga naar werk toe. Officieel heb ik een thuiswerkdagje en een halve werkdag. Maar vandaag zal de planning iets anders lopen. Maar dat is helemaal prima. En dan zien we wel wat de dag ons brengt. En Rit, lijkt het leuk om vanavond de gingerbread house ja, te doen? Ja, gezellig. Daar gaan we wel voor. Als we daar nog energie voor hebben, maar dat zien we dan wel. Eerst even ontbijten en dan lekker naar werk. Dit is echt mijn nieuwe go-to vlogplekje geworden. Maar vandaag was een lange dag. Ik was de hele dag op werk samen met Rits en toen zijn we ook nog bezig borrelen. En we kregen onze kerstpakketten. Ik wist precies wat erin zat, want ik was onderdeel van de organisatie ervan. Maar toch hebben wij ook een kerstpakket gekregen. Als eerst een kaartje. Die heb ik niet zelf geschreven, want dat vond ik raar. Maar ik heb het kaartje wel ontworpen. Dus mijn eerste kerstkaart die ik heb ontworpen. En een collega heeft er wel op ingeschreven, dus super cute. Ik heb een nieuwe roeping gevonden. Cadeaupakketten samenstellen. Ik kreeg dus de opdracht van mijn manager. Hoe zeg je dat? Baas? Manager? Hoe zeggen we die persoon? Is dat de baas? De baas. Ja, daarvan kreeg ik de opdracht om wat cadeautjes voor het team te zoeken. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. Dus misschien dat ik dit wel vaker in het leven ga doen. Maar ik heb onder andere deze snijplank of borrelplank uitgekozen. Het logo in de vorm van een Amsterdamse gevel. Of gewoon een gevel. Super cute. Dit heb ik dan niet uitgekozen. Maar dat kreeg ik er wel bij. Een dopper. Altijd handig. Met ook een sportcap en een carrier. En dan chocolaatjes. Hele luxe bonbons. En de chocolaatjes zien er zo uit. Dus dat zit er in mijn zelfbedachte samengestelde kerstpakket. Nee, super leuk. Het gaat om het idee. Maar ik vind, ja, iedereen vond het leuk. Dus daar ben ik blij om. En wat gaan we nu doen, Rits?
gingerbread house maken. Dat is het plan. Kijken of het een beetje gaat lukken. Het gaat niet helemaal soepel. Het gaat inderdaad niet helemaal soepel. En onze lijmsubstantie is te vloeibaar. We hadden het wat dikker moeten maken. Want als we naar het voorbeeld kijken, komt het niet echt helemaal overeen. En ik heb zo'n gevoel dat dit niet eens. Soort van, dat dit gewoon lijm is. In plaats van. Weet je hoeveel glazuur. Maar. Het gaat om het idee en het idee is schattig, de uitvoering misschien iets minder. Ik heb ervoor gekozen om van mijn kant een sneeuwdak te maken en het is nog aardig gelukt ook. Ik vind dat dit misschien wel het leukste gedeelte van het hele huisje. En de kant van Rins, wat ga jij ervan maken? Het ziet er nu niet meer uit. Het is echt één grote kliederboel, maar dat is prima.